mensen, welkom bij een nieuwe review op RTK. We staan vandaag in Kortrijk. Kortrijk heeft een beetje veranderingen aangepast. Waar dat precies mee te maken heeft, weet ik niet helemaal. Ik weet sowieso dat dat plein waar vorig jaar de V-Max stond, dat mag niet meer vanwege omwonenden. Die hadden last van de kermis. Begreep ik zoiets. Het gedeelte is verplaatst naar een andere plaats hier in de stad. En dat betekent dat de kermis er een beetje anders uitziet. Al moet ik zeggen, er zijn weinig nieuwkomers gekomen, maar er zijn meer attracties weggegaan of verplaatst. En ik ga eens eventjes laten zien wat er allemaal dit jaar staat hier op de Paasvoor hier in Kortrijk. Dus ik zou zeggen, we gaan beginnen. Naar de beste man 1. Wij starten met de XXL van Dortmund als eerste groot vermaakzaak. Is natuurlijk gewoon bij KNG. En hier is nog niks veranderd aan de kermis, hoor. Ik hoop niet dat het een valse bingo is, mensen. Dan hebben we de ene schommelattractie nog maar net gehad en zien we de andere schommelende attractie alweer. Dit keer een Technical Park Loop Fighter. En het is de Rock and Roll van Kylie Simon. Kamelenrace en daar dan een kinderfunhouse Mini Jones met een naam Pita en een hele mooie grote draaimolen, mensen. Schitterend is dat. Er reizen er nog een paar van in op de Belgische kermis en allemaal zien ze er nostalgisch uit en toch draaien ze nog allemaal best goed. Schiet zoveel mogelijk punten bij elkaar op de sterren en de andere. Fireball, heerlijke, maar ook echt heerlijke pasta. En daar hoorde ik net dat dames met ballen kunnen spelen. Kunnen ze bij mij ook, mensen. Maar heel het plein zo. En dan moeten we zo meteen die kant op en dan is er hier nog een klein stukje waar dan een eetkraam staat en nog één grootvermaakzaak op een doodlopend straatje. En die grootvermaakzaak, dat is de Disco Star, de beduler van Haaien. En die Disco Star heeft hij goed uitgepakt, dus er zit veel verlichting op, moving heads en zo zie ik en allemaal special effecten. Disco ballen, het is hier gewoon één ware discotheek. Ja, en u ziet het, de mensen stappen gewoon in. En wist u trouwens dat deze wel eens goed gestaan heeft? Ja, ja, ja. Op de Koningskermis. Bij Buurthuis de Pit. Was natuurlijk een groot succes. Dat kan ik natuurlijk ook wel begrijpen. Alles is goed, is een succes. Inmiddels op plein 2 aangekomen. Magic World, de 2-etage versie als glazen dolf hier. En daarnaast kan je lekker balletjes gooien. Hier schietend met daarnaast dan nog Caribbean Police. Hier als XXL versie. In Gent was het niet zo, maar hier dus weer wel. Schitterend. En ja, de godverdikke komt er naar boven hoor. Rook! Heerlijk.
We zijn nu weer beland in Fantasialand, mensen. Fantasialand, niet te geloven, hè? Dat dat tegenwoordig in België ligt, hè? Daar snap ik niks van. Oh, die grap heb ik ook al 80 keer gemaakt, denk ik. Donkere bedoeling hier bij de Seastormbaan van Lyoness. Ze draaien hier een mix, mensen, van een of andere, ja, hij noemt zichzelf DJ, denk ik. Maar ik denk ook wel dat hij kermisliefhebber is. Ik zou niet weten wie het precies is. Maar hij maakt dus muziekmixes waar hij dus doorheen praat. Dus in principe is het gewoon een radioshow, maar dan voor op de kermis. Nou, dat zou godverdikke nou ook wel eens willen, jongen. Een radioshow op de kermis. Alle dikke hits, alle slechte grappen van de Petrikaar. Op de kermis. Ja, dat lijkt me goud. Dat moet misschien nog eens een keer een projectje worden, mensen. Plein 3 beginnen we met de Belfors en de eetspullen. En dan hebben we de Poliep met mijn favoriete medewerker van Dottermal. Hij heeft natuurlijk de plek overgenomen van Lauwers, die helaas overleden is. Eigenlijk hetzelfde verhaal als in Aalst. En daarom staat hij hier. En het zou nogal een moeilijke plaats geweest zijn om op te bouwen. Daarom heeft hij Geel ook overgeslagen, ging het verhaal. Wordt een beetje show gemaakt. Je kan erin voor 5 euro. Wat me sowieso opvalt is dat de ritprijzen behoorlijk pittig zijn hier in Kortrijk. Zo zagen we net bijvoorbeeld de Rock and Roll, die vroeg maar liefst 7 euro, terwijl de XXL op 6 euro zat. Vond ik een gewaagde zet. Hé, hey, een beetje roken bij. Stokhuis Terror Factory. Met daarna Showland, dat mocht ik niet vergeten. Overigens heb ik op een goede manier kunnen filmen bij de Poliep. Dat is uniek, zou ik maar zeggen. Wil je weten waarom of het misschien niet heel goed zou gaan? Kijk dan de review van Halle. De familieachtbaan Elliot. Ook present. We hebben hier Victor, mensen. We kennen hem niet, Victor. En we gaan doordraaien. Weer naar Victor, kijk eens even. Er is hier weer komen, Victor. En richting de autoscooter. Autoscooter 1, want als goed is komen we er nog een tegen. Je kan lekker hotsie-botsie-botsie doen natuurlijk, mensen. Als je dit kunt nog zien, want we gaan weer terug de andere kant op. Want dan gaan we weer richting het volgende plein, wat wel in ieder geval goed doorloopt in elkaar. Ondertussen zijn we op plein 4 alweer aangekomen. En dan komen we de Topscan Extreme tegen van Kylie Simon. Die hier dus met 2 zaken staat. Maar dat doet hij wel vaker. Deze attractie gebouwd bij Mondial in Heerenveen in Nederland. En heeft hij vorig jaar gekocht uit Engeland en is hier op de reis gegaan. Actie vraagt Simon 7 euro. Dat vind ik niet weinig, mensen. Ja, zeg maar gerust, ik vind het gewoon asociaal veel. Ik ben vandaag zo'n gelijkwaardige attractie in Frankrijk tegengekomen. Frankrijk die staat ook bekend om hoge ritprijzen. En daar vroeg hij 5 euro. Dan is dit echt asociaal duur. We zijn aangekomen bij natuurlijk een grote gast op een hele grote kermis hier in België. Het is de Decadence van Piet van Wijk. En er zit power in, mensen. Er zit een goede show bij.
Wordt lekker gespeeld met de lichten. Lekker door de microfoon gesproken. Ja, 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 hoor je dat, mensen? En, ja, ja, niet te geloven, laat ik even zien. Hoe kan ik dat best laten zien? Gaan we draaien. Er staat namelijk een ware DJ-boot. En dat is geen minimale DJ-boot. Kijk, met die moving heads erbij. Allemaal lampen binnenin. En dan de DJ, die staat dan precies achter de thrustpaal. Maar hij staat wel lekker te draaien. Met zicht op de decadence. Hoe mooi kan je het hebben? Je staat als DJ te draaien. Met zicht op decadence. Nou, ik zou geen aandacht meer hebben voor de knoppen, dat kan ik je vertellen. Voor het laatste plein moest het eventjes lopen, mensen. Godverdik, ik ben alweer back off. Nee, dat is overdreven, mensen. Ik heb een topconditie natuurlijk, dus dat overdreven ik puur voor de video. Nou, ondertussen gaan we drijven door richting Magic World. 1 etage staat er ook nog gewoon. Het Lunapark Kemmeling hebben ze hier ook liggen. Natuurlijk naar de video van de PTK gekeken. Die dacht, hé, maar die titel die moeten we godverdik ook hebben. Als ze die in geel hebben, dan moeten wij die ook hebben. Zie ik ook weer Tieten grijpen, heerlijk. Uiteraard hier ook present en vanuit Gent kan je nog een specialtje zien. Dan zijn we erin geweest en hebben we ons mening erover gegeven. Ook gezien overigens in de video van Kermiskit. De take-off van Smit. Een goede attractie. Wil je weten of die in Dussen en Mijn top 5 staat van België? Dan kan je luisteren naar de podcast. Want we hebben een podcast gemaakt over de 5 beste Belgische attracties. En niet alleen attracties, maar ook de 5 beste Belgische kermissen. Ben benieuwd wat dat voor ons is, de top 5. Luister op jouw favoriete podcastplatform. De tweede oude scooter hier, de Belgian scooter of zoiets. Ja, en hier kunnen de dames pas echt ketsen, want dat geluid hierbij, mensen, dat is pas ores. Dat is echt ketsen. De Crazy Dance van de Smet, die ook in Gent dus stond. En met dank aan de PTK natuurlijk. En nu dus hier in Kortrijk ook staat. Ga lekker wippen, baby. Zorg als je Walking Dead mag natuurlijk ook niet ontbreken. En ook op een Belgische kermis, zo hier in Kortrijk, kan dus op en neer en op en neer. Heerlijk hoor. Vanuit Geel gelijk hier naartoe gereden. Het is de Flying Jump van Hendrix. En nu zien we de moving heads iets beter in werking. Als er Geel, hoe dat komt, geen idee. Misschien hebben ze nog wat in de instellingen veranderd, maar in de Geel vielen ze bijna niet op. Hier vallen ze dan iets meer op. Yeah.
De cakewalk van Roels, andere cakewalk van Roels kwamen gisteren tegen in Bergen-Zoom. Kan ook een review voorzien op dit kanaal. Ze hebben er dus twee. Eerder vandaag hebben wij de video opgenomen in Arras in Frankrijk. Daar stond de booster voor 7 euro te draaien. En ja, wij waren daar klagerig over. Deze VMAX in Kortrijk staat te draaien voor 8 euro. Het is niet normaal. Het is aan het ontsporen hier in België met ritprijzen, mensen. Als je het mij vraagt. Maar ja, ik denk toch niet dat de exploitanten zich daar iets van aantrekken. Maar ik vind het een beetje te gek worden. Het is een booster max gebouwd bij Fabri van 55 meter hoog. En hiervoor was die van Boos uit Duitsland. Voor die 8 euro krijg je dan wel een ram snelle rit, dat wel. Want gas geven kunnen ze hier wel. Wildmaas van Buffkens, een grote bij Revenson gebouwde muisbaan. De enige op de Belgische kermis. Dat was hem dan, de paas voor kermis van Kortrijk. Altijd een goed aanbod hier in Kortrijk, daar kan je niks over zeggen. De nieuwe locatie hier op dit plein, ja, het is een goede oplossing nu. Het is niet echt heel sfeervol of zo en het ligt een beetje ver van het vorige plein af. Dat is een tegenvaller. En ik denk ook dat ze hier de opstelling nog wel wat beter kunnen krijgen. Ik had bijvoorbeeld die Booster Max had ik daar lekker op de uiterste kop gezet of zo. En die muisbaan die had ik eigenlijk ook nog maar eens een slag gedraaid of zoiets. Maar ja, goed. Ik heb het hier niet voor te zeggen. Beste show. Ja, die gaat zonder enige twijfel naar de Decadence. Junior zat er goed in. Hè? Doet die? Ja? Kijk even naar mijn cameraman natuurlijk. Want die is ook groot fan van de Decadence. Misschien hoor je dat wel in de podcast. Daar gaan we nu ook nog even naar terug. Gaan we nog even lekker genieten. Bedankt voor kijken. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En we zijn hier eigenlijk een dag te vroeg in Kortrijk. En er waren al mensen die vroegen aan mij, Pet, ga je nog naar Charleroi? Dat was eigenlijk niet de planning, omdat het niet in de planning paste. Maar nu gaan we proberen daar toch naartoe te gaan. Dus misschien binnenkort wel een video uit Charleroi van de nieuwste breakdance van België. Ja, dat is leuk. Ik zou zeggen, graag tot dan en luister ook de podcast, hè? De Petra Kermispodcast op jouw favoriete podcastplatform. De enige kermispodcast ter wereld. Ik zou zeggen, tot de volgende video.